En nu zie ik pas dat ik maar 40% passing accuracy had. Het is echt om te janken, joh. Alhoewel, die accuracy kan me eigenlijk ook gewoon aan mijn reet roesten. Zolang we maar scoren. Want de tweede kans van deze wedstrijd ontstaat weer uit een corner. Yo, wat up gasten en welkom bij aflevering 11 van Road to Inter. Het is de vorige aflevering pittig hard gegaan door alle dubbele punten die we hebben gekregen. We hebben heel veel rare spelers van het lijstje af kunnen strepen, maar er zijn er nog steeds een paar over. En nu wil ik iets voorstellen. We hebben het al gedaan met Murillo in vorm. Ik ga een speler, een inform die jullie in de comments mogen kiezen, toevoegen. Wat moet je ervoor terug doen? Een comment achterlaten en that's it. Een blauw duimpje zou gewaardeerd worden, maar daar hangt het niet van af. We zitten na de vorige aflevering in de halve finale. Als we deze winnen en de finale halen, krijgen we daar sowieso ook een punt voor. En we komen tegen een team waar ik alleen maar positief over kan zijn. Ik bedoel, ik baalde van dat het mijn tegenstander was, maar wat een goed BPL-team. Het team heeft alles. Het is gebalanceerd, goede aanval, goede verdediging. Middenveld is sterk, behendig. Als ik een BPL-team zou maken, zou het er ongeveer zo uitzien. Een goede voorbereiding is het halve werk. Nou ja, daar was ik dus niet helemaal aan begonnen. Ik paste de bal op Guarin en toen viel mijn controle uit, waardoor ik helemaal stil stond. Jammer dat de eerste kans zo voorbij gaat, maar ik had gelukkig altijd een paar reservebatterijen naast me liggen. We zijn in Road to Inter wel vaker tegen goede teams gekomen. Ik had er op zich wel vertrouwen in, maar nog nooit heb ik een team gezien dat zo goed in elkaar zat. En vaak zijn dat mensen die dan ook echt verstand hebben van FIFA, het misschien al wat langer spelen. En dat merkte ik ook. Goede dribbel van Sanchez en Handanovic. Ja, ik weet niet echt wat hij aan het doen is. Hij staat compleet verkeerd gepositioneerd. Misschien had hij hem ook niet gehouden als hij wel goed in goal stond, maar het zag er een beetje klungerig uit. Mede door de vorige aflevering zijn we wel gewend terug te komen van een achterstand. Goede bal op Palacio die zijn overpowerde slideshot doet. Hard redt hem goed en Robbie aka Shaqiri staat op de juiste plek op het juiste moment om de bal binnen te tikken. Shaqiri staat pas een paar wedstrijden in de spits op 17 geest en hij imponeert best wel. Hij krijgt wel een volgende kans die hij echt grandioos naast schiet. Misschien is dat dan die teamgeest die toch aan hem aan het vreten is. Als ik bij de informs aangekomen ben, zou Shaqiri ook een van de eerste spelers zijn die ik ga unlocken. Mede omdat hij gewoon op zoveel verschillende plekken in het team terecht kan. En misschien heeft die inform ook wel betere finishing, want deze kansen horen er natuurlijk gewoon in te gaan. Dan is het tijd voor een van de mooiere goals die ik tot nu toe heb tegengekregen in Road to Inter. Mijn tegenstander krijgt in eerste instantie een kans die niet zo heel groot lijkt, maar doordat hij heel erg kalm aan de bal is, geen overhaaste beslissingen maakt, weet hij de 2-1 te scoren. En dit soort doelpunten vind ik ook niet vervelend om tegen te krijgen. Ik kijk ze nu, ik analyseer het een beetje en wie weet kan ik het wel in mijn eigen spel implementeren of er juist voor zorgen dat ik niet nog zo'n goal tegenkrijg. In de rust zie je dat mijn tegenstander heel klinisch was met zijn kansen en dat mijn passing echt dramatisch is. 57% is in mijn mening echt om te huilen. Dat betekent dat de helft van je passes nog net aankomt. Daar ga je geen wedstrijd mee winnen. En waar je ook geen wedstrijd mee gaat winnen is een keeper dat bij het eerste beste schot dat op hem afkomt achterover gaat vallen. Handanovic, wat de fuck doe je? Als je was blijven staan, had je het schot van Sturridge gewoon gehad. Maar nee, hij valt achterover. Soort van blunder. We staan 3-1 achter en dan lijkt het allemaal over en uit. En dat was het ook. Ik weet gewoon geen kans meer te creëren. Of tenminste, ik weet een paar te creëren, maar die zijn niet echt noemenswaardig. We verliezen. Mijn tegenstander heeft ook in de tweede helft maar twee schoten gehad waar er opnieuw eentje van inging. Ik blame deze loss dus op slecht spel van mezelf en goed spel van mijn tegenstander. We hebben voor de zoveelste keer de Gold Cup onsuccesvol afgerond. We gaan hem opnieuw in en dit keer ben ik echt gebrand om die cup weer een keer binnen te slepen. En het geluk lijkt aan onze zijde te zitten. Als we een tegenstander zoeken in de eerste ronde en we voor het eerst sinds ik weet niet hoeveel afleveringen tegen een normaal team moeten. Een leuke hybrid, een leuke Serie A BPL hybrid zonder al te veel gedoe, geen informs, geen Team of the Seasons. Een tegenstander naar mijn hart. De eerste kans van de wedstrijd ontstaat uit een corner als Santon de afvallende bal weer terug de 16 inpaast naar Guarin. Hij met een first time fake shot zijn verdediger helemaal zoek speelt en de bal het goal in poeiert. Lekkere goal die er misschien voor kan zorgen dat het vertrouwen weer terugkeert in het team. En dat was eigenlijk de enige highlight uit de eerste helft. Want moet je kijken, met tegenstander had 1 schot op goal, wij 2, waarvan 1 doelpunt dus. En voor de rest gebeurde niet zoveel. En nu zie ik pas dat ik maar 40% passing accuracy had. Het is echt om te janken, joh. Alhoewel, die accuracy kan me eigenlijk ook gewoon aan mijn reet roesten, zolang we maar scoren. Want de tweede kans van deze wedstrijd ontstaat weer uit een corner. Mijn tegenstander weet de bal niet goed weg te werken. Guarin pakt hem af. En het is onderhand een beetje zijn trademark. Hij pakt de bal gewoon op aan de 16, haalt uit, de bal gaat erin en we scoren een doelpunt. Ook dit keer was dat zo het geval. Maar door deze lucratieve voorsprong viel mijn verdediging een beetje in slaap. Ik zweer op mijn eerstgeboren zoon dat Santon de bal echt terug moest pasen naar Handanovic. Je zag zelf dat paasbalkje vol met power geladen worden. Maar Fidal pakt de bal af en scoort de 1-2 in de 64ste minuut. En nu moeten we zorgen dat we dit niet weer uit handen gaan geven. Ondanks het feit dat mijn passing accuracy dus echt dramatisch was gedurende de wedstrijd, krijgen jullie wel een mooi
voorbeeld te zien van wat pass en movement. Goede dribbel van Hernandez die de bal kwijtraakt, zelf oppakt. Ruimte ziet bij Kondogbia die de bal teruglegt voor Palacio. En Rodrigo Palacio, de man zoals wij hem kennen, weet die bal natuurlijk gewoon achter in het netje te knallen. Waardoor de overwinning zo goed als veilig is. We krijgen zelfs nog een penalty in de 86ste minuut. Hij bodycheckt Palacio, maar mijn tegenstander had er helemaal geen zin in. Die geloofde het allemaal en besluit te ragequitten. We krijgen dus niet eens de kans om de penalty te scoren. So far so good. We zijn redelijk soepel door de ronde van 16 gekomen en gaan nu richting de kwartfinale. En in die kwartfinale komen we tegen King Wade Jr. en zijn team ziet er als volgt uit. Een soort van BBVA League, een Bundesliga hybrid. En ik ben benieuwd hoe deze 11 spelers tegen mij gaan spelen. Of ja, ik zeg dan wel 11 man, maar laat ik mezelf corrigeren. Want Carvajal trekt aan het shirtje van Palacio. Als hij dat niet had gedaan, was Palacio waarschijnlijk 1-1 gegaan. En daarom is het ook een directe rode kaart voor Carvajal. Vanaf de 27e minuut gaan we dus tegen 10 man spelen in deze wedstrijd. Desondanks die rode kaart was het mijn tegenstander die de meeste kans had. Eerst gaat de schot van Payet nog maar net naast het goal. En in de tweede helft is het een voorzet op Bale. Die de bal net langs de verkeerde kant... voor ons positieve kant van het goal weet te knikken. En onze eerste echte kans krijgen we pas in de 76ste minuut. We geven een beroerde dieptebal op Palacio, die Boateng eruit rent. Ik weet niet waarom Boateng inhield, maar ik klaag er niet over. Palacio schuift de bal langs Neuer. We staan tegen 10 man op 0-1 voorsprong in de 77ste minuut. Dus niet heel veel tijd voor een comeback vanuit mijn tegenstanderskant. En daarnaast voelde ik dat het momentum aan onze kant stond. Een lekker diepteballetje op Palacio, die de bal met een scissorkick nog maar net tegen de paal weet te knallen. En daarna is het Guarín, die ook deze wedstrijd nog niks van zich heeft laten horen. En die dat natuurlijk moet doen. En kijk deze longshot. Wat een ontzettende dip zat daarin. En uit de rebound kopt Palacio de bal over. We winnen deze wedstrijd met 0-3. Betekent dat we 2 interpunten hebben. Maar we gaan deze aflevering niet upgraden. We wachten er even mee. En dan besluiten we daarna wat we ermee gaan doen. Mensen, bedankt voor het kijken naar aflevering 11 van Road to Inter. Vergeet niet een comment achter te laten met welke inform jij graag in het Road to Inter team zou willen zien. De volgende aflevering gaan we proberen deze goede lijn door te zetten. Je wordt bedankt voor het kijken. Een like zou awesome zijn. Je kan me volgen op Instagram en Twitter. De links daarvan staan in de beschrijving. En dan check ik jullie allemaal bij de volgende Road to Inter. Ciao gasten.